Deze keer gaan we de klapblokbeugels in elkaar lassen. Ja, ja. Zoals je kunt zien, de drie nieuwe helmen die ik afgelopen vrijdag voorgesteld heb, liggen daar. Die heb ik hiermee uitgeprobeerd. Dus eventjes instellen en doen, kijken hoe ze lassen. Nu zag je, ik uh, was hier aan het lassen met de P2000, of de, hoe het, de 200P, de MiG-200P van HBM. En de zekering viel er meteen uit. Hier is ik de scharnieren aan aan het lassen. En uh, dat was op een gewone 16B karakteristiek zekering. Toen heb ik uh, de stekker omgestoken naar de 16A-C karakteristiek. En toen bleef ik het gewoon doen. Vol gas, Dit is dubbelpuls, Maximaal open geschroefd. Meer zit er niet in. Dus, en dat is je gewoon uh, netjes blijven doen met je scharniertjes erin lassen. Dat is uh, een werkskind, niet te veel over nadenken. Gas erop. En dan komt dat goed. Dan gaat hij nog eventjes wat vlugger. Het is iedere keer uh, 15 keer hetzelfde. Hè? Ja, maar ik ben wel blij uh, dat ik ze klaar heb. En uh, mooi projectje om die lashelmen dus uit te proberen en kijken hoe ze, hoe ze het doen. Hè? Nou, andere helmen bij. Kijken, me instellen. Ja, hoofdband nog iets verstellen. Daar heb ik verteld in het filmpje. Moet even gewoon de tijd voor nemen. Hè. En als ik dadelijk die schenieren eraan heb zitten. Dan schakel ik over naar een ander lasapparaat. <laughs> Want dan is de 200p net te licht. Hè. Dan ga ik met de Roac, 300 ampere lasapparaat, ga ik verder. Er zit ook een 1,2 mm draadje in. Kijk, hier heb ik het allemaal weer verlegd, koffiewezen pakken en eh, daar gaan we weer. Dus even de slijtplaatjes erop, die zitten net boven de wielen. Als de kabel uit het wiel springt, dan slijt je eerst in op die plaatjes. Dat is tenminste de intentie van het plaatje. En die moeten we er ook eventjes dertig op lassen. Zij eh. kan zijkantjes even aflassen, ene kant boven. Nou, je ziet ik regelmatig uh, het lasapparaat eventjes verstelde. Dat is in het begin: uh, even de goede instellingen vinden. Dat je lekker last en dan uh, is dat niet meer nodig. Dan kunnen we er gewoon mee door. Ik heb nu de afzuiger er wat dichterbij. Uh, die lashelmen die hebben geen, uh, geen versluchtsysteem verslucht meer op. Normaal maken niet zoveel uit. Ik zelf uh, in de rook zitten uh, als je een helm op hebt. Dan kan die lasrookafzuiger weer verder weg staan. Nu hem we dichterbij staan. En het raampje boven me openen. dan gaat de rest door naar buiten. Kan nog in de winter wordt dat wel lastiger. En zo blijven we maar doorgaan. Ja, dit klusje op zich vind ik het een, een leuk klusje. Je ziet hier ook lineaal er liggen hè. Daar bepaal ik de afstand mee. Die heb ik afgesteld. Dan heb ik nog uh, een plaatje tussen liggen. Zodat de liniaal niet onder de laspetters komt. Daar zou ik maar een hekel aan hebben. En zo weet ik ook dat ze allemaal op dezelfde plek zitten. Ja. Als maar rommelen. En dan kan ik de werkplaats opruimen als daar weg is. Want het is nodig. Ik heb, die, uh, ik heb 30 frames gemaakt. En dan hier 15 van deze, deze blokken. Daar liggen waar slijpstof en overal. Dus dan ben ik weer blij als ik een keer uh, goed op kan ruimen. Draaibank lekker opruimen. Boommachine, schoon. En dan kunnen we weer aan het volgende project beginnen. En daar is uh, de kapstok. ons vrouw begon nou uh, toch een beetje te sputteren van wanneer komt die nou? <laughs> Zeg, hij komt. Dus dat is nou echt het eerstvolgende project dat we een persoonlijke kapstok hebben. Die we nu hebben, nou komen de winterjassen weer eraan. Hè. Dus dan is dat wel lekkerder als, als je een goede kapstok hebt. Nou heb ik alle tielantijntjes eraan gelast die er aan moeten zitten. En nou gaan we ze in elkaar lassen. Heb ik een bus voorgedraaid. Die doe ik ertussen. Draai je kanen. Zet ik hem even haaks en recht, haaks over de hoek en dan uh, is het lassen. Nu uh, las ik eerst de binnenkant eraf, dan klemt hij hem ongelooflijk naar binnen toe. Dus er komt spanning op en dan las ik de buitenkant eraf en dan, uh, dan is die speling weer weg. Nou Met deze uh, haak erop uh, lassen we bovenop wat de klepje invalt, valt. Daar komt natuurlijk ook uh, verschrikkelijk veel spanning op te staan. Dat is wel mooi, dan uh, las ik hem eerst aan de buitenkant af en dan blijft het klepje op die pen hangen waar het je overheen valt. En als ik dan de binnenkant aflas, dan zie je op een gegeven moment bijtrekken en ploep, valt het plaatje mooi naar beneden toe. Ik weet niet of dat hier nou opvalt uh, met uh, die versnelde procedure. Kijk, dan nou lig je omhoog Tjoep, en nu lig je beneden. Nu past hij gewoon. Dus bij de eerste eventjes uitproberen, ik wist het al dat het zo werkte, omdat ik deze al vaker heb gemaakt natuurlijk. Maar als je daarvoor het eerst moet doen, is de eventjes uitproberen. Met de beste lastvolgorde is dat het een beetje recht blijft. Dus hier ook, hier doe ik eerst de binnenkanten, dus beneden. Maar ik zeg dan klemt je heel erg naar die bus toe. Als als het aan de buitenkanten hebt gelast, dan gaat die bus er vrij gemakkelijk uit. En die bus is op de breedte van. Het loopwiel wat ertussen komt te zitten met de vulbusjes en toestanden. Ja. En af en toe een rookpauze ertussendoor. Dat is mooi en als je thuis bent, kunnen je binnen roken. Het <laughs> is geen werkplek hè, van iemand. En ik weet niet hoe het er eigenlijk zit als je eigenaar bent. Volgens mij mag dat gewoon. Ja, voor mij is het gewoon thuis, dus. Uh... Ja, dan begint het ergens op te lijken. Hè? Hoeft er dadelijk alleen nog maar uh, het hij zo aan. En dan kwam het helemaal goed. Dan kunnen ze weer mee uh, naar Lid toe. En dan moet er een kleurtje op en de wielen in. En dan is het een hele goeie. Heeft ook lang zat geduurd. Als je hier uh, continu aan bezig kunt zijn, dan is dat vrij vlot gebeurd. Maar het was iedere keer een uurtje, anderhalf, twee uurtjes... En dan duurt het lang voordat je zo'n project klaar hebt. En dan blijft het spul lang liggen. Nou, hier doe ik het een keer met de staalborstel overheen. laspetters petters er vanaf. En dan, eh, dan blinken ze ook weer mooi de lassen. Hè. En het enige wat we nou nog gaan doen is de huishogen eraan zetten. Die moeren las ik er vast op, zie je wel, hè? Uh, waarom? Nou, de huizogen zitten vrij los op, want je moet kunnen draaien. En uh, daarom lassen we die moer vast. Het is geen zelfborgende moer, die hebben ze niet. En als het huizogen ooit versleten is, dan is het met slijptol even draad eindje door is snijden. En dan is het ook weer een goeie. Maar dat heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt: dat je ogen verwisseld moeten worden. En dan schiet het filmpje nou weer op. Nou, je ziet me ook, de laspetters die erop komen. Die haal ik er mee af met een bijteltje. Tik ik er eventjes af. Dan hebben we daar geen omkijken meer naar. En die heb ik weer gelast met de P200 ja, van HWM. Eventjes de tafel schoonmaken, Laspetters eraf. En dan kunnen ze mee gang de auto in. En dan zijn we ook weer aan het einde van het filmpje. Niet zo'n heel lang filmpje. Maar er waren er beide, die wouden we graag zien. Die blokken in elkaar lassen. Nou, zo hebben we het gedaan. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Vragen, opmerkingen kun je hieronder kwijt. En ik sluit af zoals ik altijd doe. En des is zoals we in Brabant zeggen. Houdoe!